welkom bij Topnames vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Stekel is eventjes bezig met de dienst van onze gast. Wat ben je op dit moment aan het doen, Stekel? Ik ben een account aan het aanmaken bij Prittle. Thomas Bunnik, jij bent van Prittle. Vertel jij hem, hij gaat eventjes door, want dat is ook de traditie. Hij koopt spullen soms van gasten die hier zijn. Hij belegt in ondernemingen. Het is een dure hobby van hem, dit topnames. Ik ben 5 tot 10 minuten even bezig, want ik moet een vragenlijst invullen omdat ze een profiel van me. Oké, en als er vragen bij zitten waarvan jij je afvraagt, waarom willen jullie het van me weten, dan horen we dat eventjes. Ja. En wat doen jullie? Wij bieden allereerst hartstikke bedankt voor de uitnodiging in de studio. Hartstikke leuk om hier deel te nemen. Wij bieden online vermogensbeheerdienst aan onze particuliere beleggers. Dat betekent dat iedereen bij ons klant kan worden met een inleg van nog 10 euro. En vanavond weer een nieuwe toetreder tot op stand. Ja. Mits je geen rekening mits de vragen duidelijk moet zijn. Bij ons kun je vanaf 10 euro inleg een wereldwijd gespreide beleggingsportefeuille laten aanmaken. Die wordt vervolgens onderhouden en je portefeuille wordt continu in lijn gebracht met de uitgangspunten die je initieel instelt. En waar moet ik dan voor kiezen? Wat voor uitgangspunten geef ik mee? Geef ik jullie mee? Is het risicovol? Is het regio's? Nou, als je belegt, moet je altijd even de feitelijkheid, ja? Kennis en ervaring. Hoeveel ervaring heb je met beleggen? Hoeveel kennis heb je over beleggen? Want daar zit ik nu. Ja? Dat moet ik nu allemaal invullen. Ik ben een ervaren belegger of ik heb enigszins ervaring. Ze willen allemaal persoonlijke gegevens, is onderdeel van je profiel. Je inkomen is onderdeel van je profiel, je financiële situatie, je risicotolerantie. En dat samen vormt je klantprofiel. Leid ik af uit wat ik aan het doen ben. Nou, en zoals ik jou ken, ben jij een ervaren belegger, dus daar zou ik maar mee beginnen. Nou, enigszins. Voor de uitzending hebben we dat al kunnen vinden. Enigszins ervaring. Enigszins. Maar jullie zijn dienst, jullie doen dit online. Waarin verschillen jullie van, als ik een financieel adviseur of iets anders dergelijks, een beleggingsadviseur? Voordat we nou helemaal de diepte ingaan van de onderscheidende elementen, laten we even bij het begin beginnen. Oké, nou wat doe je dan? Wat wij aanbieden is online vermogensbeheer en dat is op zichzelf al relatief nieuw. Ten opzichte van de manier hoe de markt is verdeeld op dit moment. En dan ga ik voor de aardigheid even 30 jaar terug. Toen waren er wel al online brokers, maar dat is nog niet zo gangbaar in de jaren 90 als begin van deze eeuw. Over de afgelopen 15 jaar zijn we eigenlijk massaal online transacties gaan doen als het gaat om beleggingsdienstverlening. Als het gaat om betalen, is dat volledig geautomatiseerd. Als je kijkt naar lenen, kun je via allerlei verschillende kanalen over geld beschikken. Maar vermogensbeheer is over de afgelopen 15 jaar nog maar nauwelijks gemoderniseerd. En ik heb 8 jaar bij ABN AMRO gewerkt, waar ik verschillende onderdelen van het vak van vies- en dienstverleningen mogen leren kennen. En één daarvan is vermogensbeheer. En het aardige is, als je kijkt naar de markt, dan wordt er, om je een idee te geven, jaarlijks zo'n 600 miljard aan fees verdiend in de vermogensbeheerindustrie wereldwijd. 600 miljard. Ja, dat is een groot bedrag. Dat is ongeveer net zo groot als de omvang van de economie van Nederland, om je een idee te geven. Mm-hmm. Zo'n 85% van het vermogen dat wereldwijd wordt belegd, wordt vervolgens belegd in producten die worden gebouwd door hele grote vermogensbeheerders met honderden miljarden aan vermogen onder beheer, met een zogeheten goede reputatie. En die proberen vervolgens om een rendement te realiseren dat beter is dan de rendementen van indices, een index, een AEX-index, een Dow Jones en een S&P 500. Ja. Het grappige is dat in 95% van de gevallen dat niet lukt. Dus betekent dat we een enorme dysfunctionaliteit hebben wereldwijd. En tot die conclusie kwam ik na verloop van tijd, terwijl ik bij ABN AMRO werkte. En toen dacht ik op een gegeven moment, dit kan anders. En dan ga je nadenken over of je dat dan vanuit de bank wil gaan doen of misschien zelfstandig. Heb je het eerste geprobeerd ook, naar de bank? Absoluut. En we hebben behoorlijk wat wijzigingen doorgevoerd om ervoor te zorgen dat de manier waarop beleggingsportefeuilles worden ingericht inderdaad beter aansluit op wat realistisch is, ten aanzien van wat je mag verwachten qua rendement. Tegelijkertijd weet je ook dat omdat die vermogensbeheerindustrie niet vanaf het begin van deze eeuw gemoderniseerd is, maar nog in de opkomst is, dat je dus gebruik moet maken van nieuwe type technologieën. Terwijl banken allemaal gebaseerd zijn op technologieën die gebouwd zijn in de jaren 80, 90, begin van de eeuw. Met de hedendaagse cloud services bijvoorbeeld kun je veel sneller een bedrijf groot maken. En je IT veel flexibeler houden, waardoor je ook sneller nieuwe toepassingen kunt toevoegen aan je functionaliteit, aan je website. En na verloop van tijd
kwam ik voor mezelf tot de conclusie dat ik het als haalbaarder achter, zeg maar, om het zelf te gaan doen dan om het via de bank te introduceren. Ja. Dus toen ben ik begonnen met het tekenen van een businessplan in februari 2013. Toen zat ik in juli 2013 naast een meneer op een hop-on hop-off-bus in New York en die vertelde dat hij zijn bedrijf had verkocht en had een heel groot recruitmentbedrijf aan een Australisch bedrijf en hij was investeerder geworden in financiële startups. En toen dacht ik, aha, dit is wel mijn serendipity moment, zeg maar. Ja, Nee, absoluut niet. Dus die meneer die zat naast mij en toen dacht ik, ik moet nu even schakelen. Ik zei, joh, je moet dat aan iemand vertellen, want ik werk nog bij de bank. Hè? Maar ik heb een idee wat misschien wel interessant is voor jou om te investeren. Nou, ik lichtte dat toe. Hij zei, nou prima, dat klinkt wel interessant. Weet je wat je doet? Stap op het vliegtuig, want ik woon namelijk in Nieuw-Zeeland. Kom je daar maar naartoe. Ja. Praten we daar verder. Dus ik vloog op donderdag daar naartoe. Vrijdag 24 uur vliegen ongeveer. Zaterdag met hem doorgebracht en zijn vrouw en zijn businesspartner. Dat verhaal daar in meer detail toegelicht. En toen teruggevlogen naar Nederland. En op maandagochtend om 9 uur zat ik weer op kantoor. Dat heb ik nog een keer gedaan. En in de tussentijd heb ik een aantal companen gevonden. Waarvan één een voormalig collega was van ABN AMRO. Die was verantwoordelijk voor juridische zaken, legal risk compliance. Verschillende landen bij ABN. Mag je even onderbreken? Ja. Ik moet een doel aanmaken. Maar ja. Wat is de naam van uw doel? Nou, wat zou je graag willen hebben? Ik snap de vraag niet. Wil je een boot kopen? Wil je een huis kopen? Wil je pensioen regelen? Ja, maar ik heb net allemaal dingen moeten invullen over mijn beleggingsrisicotolerantie. Ja. Maar wat bedoel je? De naam van uw doel? Ja, nou, een financieel doel. Dus waarom ga je beleggen? Voor de lol. Nou, ja. Potje voor de lol. Potje voor de lol. Nou, oké. Sorry. Dat kan. Ja, ja. 70% van onze klanten beleggen voor een pensioen. Maar als je al miljonair bent, dan kun je daarna ook een beetje voor de lol beleggen. Dus, ja. Ja. Maar goed, dus dit is heel goed. Hou ons even op de hoogte van de vragen die langskomen. Ja, nu, een specifiek doel. Nee, dat kan niet. Maar goed, toen heb ik twee heren betrokken die samen met mij in feite alle basisdisciplines van het bedrijf konden vullen. Beleggen, finance, juridische zaken, strategie. En daarmee zijn we het bedrijfsplan verder vorm gaan geven. En toen zat ik in november 2013 aan het diner in Singapore, waar de jongens op dat moment woonachtig waren. En toen hebben we besloten om het echt te gaan doen. Toen ben ik teruggevlogen naar Amsterdam, toen heb ik mijn pas ingeleverd bij ABN AMRO. En vanaf 1 januari 2014 ben ik vrij man. En toen zijn we echt begonnen met de bouw van het bedrijf. Met die investeerder ook uit Nieuw-Zeeland? Die hebben een voorstel gedaan die we uiteindelijk hebben afgewezen. Okay. Omdat we dat niet aantrekkelijk genoeg vonden. Ja. Iedere start-up oprichter weet dat je in de eerste fase natuurlijk door het stof moet als het gaat om het ophalen van kapitaal. Ja, hij wil een lage waardering. Nog één vraagje. Ik moet nu invullen hoeveel risico ik bereid ben te accepteren. Daar heeft hij zelf ingevuld weinig, maar daar wil ik eigenlijk veel van maken. Maar dat kan niet. Nou, dat komt waarschijnlijk omdat je een beleggingshorizon hebt gekozen die korter is dan 5 jaar. Ja, dat klopt. Ik wil in 1 jaar gewoon een rendement. Ja, ja. Nou, en in 1 jaar achten wij het niet verstandig dat je heel veel risico neemt. Dus wij beperken je daartoe. Oh, dat bepalen jullie dan voor mij. En dat is dan inderdaad een beperkende maatregel die wij implementeren. Ja, maar je kunt natuurlijk altijd kiezen om heel veel risico te nemen. Dat achten we niet verstandig. Maar dan ben je genoodzaakt om een rekening te openen bij een broker waar je dat zelfstandig kan doen. En dat kun je niet bij ons. Want in de praktijk, als je heel veel risico neemt, dan is de kans heel erg groot dat je niet in een jaar heel groot rendement realiseert. En wij willen je daarvoor behoeden. Ja, oké. Dan moet ik dus terug en een langere beleggingshorizon nemen. En dat is, als ik wat risicovoller... Als je eerlijk naar jezelf bent en inderdaad kunt vaststellen dat je daar in de werkelijkheid een lange beleggingshorizon hebt... Maar dit is meer, jullie beschermen mij nu tegen mijzelf. Dat is wat je doet, hè? Dat klopt. Ja. Oké. Op zich wel goed, hoor. Daar hou ik helemaal niet van. Nee, maar dat is een keuze die je moet maken als ondernemer. Ja. Oké, dus jullie zijn toen, je bent toen begonnen. Ja. Dus nu eventjes, mooi verhaal. Natuurlijk een prachtig begin in die bus. Maar als je mij nu uitlegt, wat maakt jullie bedrijf, zijn die technieken waren anders, et cetera. Wat maakt jullie bedrijf nu anders dan wat er 10 jaar geleden was of kan? Ja. 10 jaar geleden, en vandaag de dag geldt dat eigenlijk nog steeds, ga je naar een kantoor waar je dienst afneemt, zoals beleggingsadvies of vermogensbeheer. Dat betekent dat je afhankelijk bent van het moment waarop je adviseur beschikbaar is. Dat is al stap 1. Dat hoeft nu niet meer, want je kunt het online.
Vaak is het zo dat je als je professionele vermogensbeheerdiensten afneemt, dat je een minimum kapitaal moet meebrengen van 10, 25 of 100.000 euro bij de meeste vermogensbeheerders. Bij ons kun je instappen vanaf 10 euro. Bij de meeste vermogensbeheerders krijg je geen schets ten aanzien van wat je ongeveer mag verwachten ten aanzien van je rendement. Wij visualiseren dat op basis van je beleggingshorizon, zoals je nu ook kunt zien in het klantwordenproces. Je kunt binnen een minuut of 10 online klant worden. En vervolgens zie je ook meteen hoe je portefeuille wereldwijd wordt verdeeld. In de vorm van een wereldkaart in jouw webomgeving. Je ziet iedere dag hoe je portefeuille zich ontwikkelt. Ook relatief ten opzichte van het verwachte rendement dat wij in stand hebben. Ja, real-time, het is ook echt leuk eigenlijk in die zin. En het is ook leuk. Dashboard, precies. Het is jouw dashboard. Zien wat precies. Ja. Nou, en daarnaast kun je bij ons doelgericht beleggen. Want wij gaan ervan uit dat als je doelen stelt, dat je veel grotere kansen hebt om die ook daadwerkelijk te realiseren. Dan moet je concreet maken, dan moet je een naam geven, dan kun je een foto bij kiezen, dan koppel je een tijdlijn aan. En op die manier richt je eigenlijk een soort financieel plan in. Dus als ik zeg van ik wil een boot en die boot die kost 50.000 euro, ja. Dan gaan jullie visualiseren hoe ver ben je nu van die boot af, hoe lang heb je eigenlijk nog nodig ja, om dit te realiseren. Dat is wel heel leuk, ik heb nu wat aangepast, want ik heb gezegd ik gooi er wel 50 euro in, maar ik wil dan wel over 10 jaar, dus ik heb een langere horizon genomen, moet het wel verdubbelen. Ja. En ik krijg er nu inderdaad precies uit van welke fondsen en welk percentage van mijn 50 euro waar dan precies in belegd worden. Dus ik heb een stuk of 7 verschillende aandelenfondsen, Europa, Pacific, Noord-Amerika. Ik heb 3-4 obligatiefondsen. Ik heb een beetje vastgoed via een vastgoedfonds, een beetje grondstoffen en een beetje liquide. En ze wordt weer mooie grafiekjes ook neergezet en is de prognose, dan krijg je een mooie grafiek te zien. Dat ik wel ruim boven mijn spaargeld ga performen. Dat is toch mooi? Ja. Oké, ga ik weer even verder. Hey, wat is jullie, als ik hier naar kijk, want ik kijk even mee naar waar Roland nu aan in het beleg is. Wat is jullie doelgroep? Want als ik al die fondsen zie, dan denk ik, het is mooi dat jullie het zeggen, fantastisch. Ja, maar als ik nu dat tientje of die 100 euro dat ingestopt, zegt het mij nog steeds niks. Richten jullie op eigenlijk al ervaren mensen die eenvoudiger en praktischer en meer real-time, et cetera, dit willen doen? Of richten jullie op iemand als ik die nog nooit belegd heeft en het maken jullie toegankelijker voor mij? Wat is jullie doelgroep? Ja, we richten ons meer op jou als doelgroep. De wat minder ervaren belegger dan op de belegger die het leuk vindt om de hele dag bezig te zijn met zijn beleggingsportefeuille. Ja, die gaat de krant lezen en die gaat misschien een jaarverslagen doornemen. Ja, exact. Die gaat meer handelen en wij geloven eigenlijk niet dat waarde toevoegt. Ja. Sterker nog, in de praktijk blijkt dat onderzoek. Ik zal je een anekdote geven. Ik ben natuurlijk nog niet aan mijn klaar, maar ik ga me toch even mee bemoeien. Want wat ik wel interessant vind van de vraag van Erwin, je zegt eigenlijk de wat minder ervaren belegger. Maar zijn daar nou niet gewoon juist al die index trackers voor? Want waarom moet ik dan zo ingewikkeld voor jullie gaan doen met al, weet je wat, terwijl als je gewoon een pakketje index trackers volgt, dan zit je toch ook laag risico, heel voorspelbaar, volg je de markt, want dat is precies wat jullie natuurlijk allemaal beloven. Ja, er zit heel veel nuance achter, voordat je die vraag volledig kan beantwoorden, maar kort gezegd komt het erop neer dat je eerst moet zorgen voor een gedegen spreiding over verschillende categorieën. Dat is op zichzelf al een grote opgave. Dat zei ik net, hè? Dat is stap 1. Dus dan moet je als particulier al een goed oordeel kunnen vellen over wat is dan een verstandige spreiding en in welke categorie moet je beleggen. Dat is al stap 1. Stap 2 is vervolgens, op welke manier ga je dan beleggen in zo'n markt? Koop je dan een actief product of een indextrekker? Nou, dat is een keuze die je maakt. Ja. Als je dan belegt in een indextrekker, moet je ook nog een keuze maken tussen het type indextrekker. Je kunt een product kopen die daadwerkelijk onderliggende aandelen koopt van een index. Maar je kunt ook beleggen in een fonds die een overeenkomst aangaat met een tegenpartij, een investment bank, een swap agreement. En dat noemen we dan een synthetisch gerepliceerde ETF. Ja, die doet eigenlijk gewoon, die geeft hetzelfde als wat eigenlijk gebeurt, maar koopt niet in die... Dan moet je vervolgens ook weer gaan kijken naar de samenstelling van het product en de manier hoe dat risico wordt gemanaged. Je moet kijken naar kosten, kijken naar hoe goed dat product in staat is om het rendement na te bootsen van die index. En daarnaast nog heel veel andere aspecten. Ja, nou, dat valt, betekent valt dat je eigenlijk dat... al specialist moet zijn voordat je zo'n portefeuille überhaupt hebt ingericht. En dan heb je het nog niet eens gehad over de executie en het onderhoud, als ook alle waarden die we kunnen toevoegen door middel van de technologie en het visualiseren van spreiding en verwacht rendement,
door middel van de webapplicatie. Ja, maar goed, dat zijn een beetje trucjes, visualiseren. Ja, maar als particulier heb je natuurlijk niet per definitie de middelen om dat te doen voor jezelf. Ja. En laten we eerlijk zijn, 99% maar jullie hebben dit hele proces helemaal geautomatiseerd, want ik krijg onmiddellijk mijn portefeuille te zien. Is dat wat jullie dan onderscheidt van al die andere aanbieders in de markt? Dat je vooral aan de kostenkant dat zeg maar heel laag weet te houden, waardoor je uiteindelijk in rendement net iets beter misschien afsteekt tegen je benchmark, je concurrentie? Kosten is een heel belangrijk aspect. Hoe lager je kosten houdt... Het is allemaal weinig avontuurlijk. Weet je, voor... En de bedoeling is dat je portefeuille niet te avontuurlijk is. Want in de praktijk beetje zie je... Saai, het is eigenlijk een beetje een saai beleggingsproduct. Het is een eenvoudige dienstverlening. En wat je ziet als je bijvoorbeeld een hele actief beheerde portefeuille als niet saai zou betitelen, dan zie je dat de portefeuilles zijn die het minst goede rendement opleveren. Als je echt voorspelbaar rendement wil realiseren, dan moet je eigenlijk zorgen voor gedegen spreiding, niet te veel handelen, lage kosten, indextrekkers en een graduele afbouw van je risico. Is dat zo? Dat actief beleggen per definitie een slechter rendement oplevert dan dit soort saaie producten? Nee, gedegen. Ik gebruik het kindwoord. Gedegen. Ik denk dat we een hele lange discussie gaan hebben over, als we het echt gaan hebben over wat is nou de definitie van actief of passief en wat werkt wel, wat werkt niet. Wat we in ieder geval kunnen zeggen is dat als je op deze manier belegt, dat de voorspelbaarheid van je rendement heel erg groot is. En dat je... Nou, ik heel goed op je woorden letten. De voorspelbaarheid van het rendement. Absoluut. Dus dan zeg je niets over de hoogte van het rendement, maar wel over de voorspelbaarheid. Indirect zeg ik ook iets over de hoogte. Want het grappige is, dat als jij wereldwijd belegt in alle markten, dan heb je op lange termijn een rendement dat heel erg in lijn ligt. Precies, met dus alle je markten. Beweegt dan mee met de markt. Met de gespreide markten. Dus als de hele wereld... weet ik veel, alle economieën bij elkaar opgeteld, alle sectoren bij elkaar opgeteld en afgemiddeld 2,8% rendement maken, dan maken jullie 2,7 of 2,9. Omdat er een kostenverschil tussen zit. En een andere partij die rekent 2,5% aan kosten, dus die maakt dan 0,3. Ja. Ja, nou, dat zou zo kunnen zijn. En als de wereld ietsje zakt, dan zakken jullie ook iets. Ja, en als de markt stijgt, dan stijgen we mee. En als het daalt, dan dalen we ook wat mee. Maar het grappige is wel... Dus deze beleggingsstrategie werkt alleen maar als je ervan uitgaat dat er eeuwigdurende groei is in de wereld. We gaan er altijd vanuit dat we met de wereldeconomie vooruit gaan. En dat is denk ik ook de karaktereigenschap van een mens in zijn algemeenheid. We zijn gelukkig positief ingesteld. En we spelen in op economische groei. Dat is een feit. Ja, okay. En als je kijkt naar de manier hoe andere vermogensbeheerders te werk gaan, of banken, de beleggingsadvies of vermogensbediensten hebben ingericht, dan is het vaak zo dat je daar belegt op basis van een profiel. Dus dan krijg je een hoger gemiddeld of lager profiel. Kijk bij jullie ook. Dat is het maximum risiconiveau. En binnen de kaders van dat maximum kun jij vervolgens weer per doel, met die slider die je hebt gebruikt net, kun je dan je beleggingshorizon aanpassen. En daardoor ga je eigenlijk binnen de kaders van het maximum en het minimum niveau, ga je vervolgens weer nuanceren. Ja, en jullie hebben dit helemaal geautomatiseerd. En wie bij jullie bepaalt dan dat algoritme? Wie bij jullie bepaalt, ben jij dat, die bedacht heeft dat ik nu die fondsen krijg die ik net voorlas? Ja, er zit nog een stap tussen. Stap 1 is dat de meeste partijen een hoog gemiddeld of laag risicoprofiel aanmeten. En als je bijvoorbeeld een 20-jarige horizon hebt, krijg je een hoog risicoprofiel. En na 10 jaar zou je dan in feite moeten worden gebeld door jouw adviseur. Dat je van hoog naar gemiddeld risico moet. En dat betekent heel vaak dat je dan van 100% aandelen naar 50 gaat. Maar wat. Ja, dat even voor wie dat niet weet. Ja, thuis, normaal hoe dichter je bij je einddoel komt, bijvoorbeeld je pensionering, want dan heb je dat geld nodig. Ja. Dan gaat je risicoprofiel omlaag omdat je je rendement niet meer wil verspelen. Daar komt het op feit. Omdat je niet vlak voor het bereiken van jouw pensioenleeftijd voor een grote vervelende verrassing wil komen. Wat ook al een erg generaliserend is, want het kan ook natuurlijk zo zijn dat je juist meer risico nodig hebt omdat je anders nooit je doelstelling haalt. Als je daarvoor toevallig een beetje pech op gaat. Dat ligt aan je doel. Ja. Dat ligt aan je doel. Ja, als het gaat om pensioen. Maar laten we even teruggaan naar de basis, want je hebt nog een andere vraag gesteld. Waar het om gaat is dat je in eerste instantie al moet zorgen dat je dat timingrisico, dat moet je elimineren. Dat kun je door middel van technologie. Dan hoef je dus niet van 100% aandelen naar 50% van de ene op de andere dag. Maar je kunt dat automatisch in kleine stapjes doen. Nou, dat maakt al dat je een grotere mate van voorspelbaarheid krijgt. Want je belegt namelijk gedurende verschillende fases in de economische cyclus, zeg maar. Verkoop je wat en koop je wat bij als het daalt. En zo middel je eigenlijk de koersontwikkeling. Wie bepaalt nou die samenstelling? Als je wereldwijd kijkt naar de omvang van de economie, dan kun je op basis daarvan de weging naar vermogensstrategie terugvinden in onze beleggingsportefeuille.
En dat is een methode die vrij gangbaar is voor vermogensbeheerders in zijn algemeenheid. Daar wijken we niet vanaf. Want wij denken namelijk niet dat je daarin kunt onderscheiden. Als je kijkt naar de productselectie, denken we ook niet dat je daarin kunt onderscheiden. Want je moet gewoon zorgen dat je heel goed onderzoek hebt gedaan naar de kwaliteit van de fonds. Ja. Hoe is het? Operationeel. Om het even snel naar de kern te gaan. Waar onderscheid je dan wel precies in? De dienstverlening. En het feit dat je het automatiseert, het feit dat waardoor de kosten lager zijn, waardoor je een aantal voordelen met het algoritme kan... Waardoor je een veel beter rendementspotentieel hebt. Ja. Waardoor jij beschikking hebt over hoge kwaliteit vermogensbeheer tegen lage kosten, maar vanaf 10 euro inleg, 24 uur per dag. Waarbij ook een aantal additionele problemen worden opgelost, namelijk dat je altijd inzicht hebt in je verwachte rendement, je gerealiseerde rendement. Ja. En je krijgt een bericht van ons, automatisch, op het moment dat je afwijkt van het groeipad naar jouw doel. Oké, en niet bedoeld voor mensen die snel veel rendement willen maken, dat maar klopt. Voor mensen die een lange beleggingshorizon hebben en niet te veel risico willen lopen. Ja, maar het gaat niet per definitie bij al, bij al dit soort producten dus ga je ook je algoritme terugrekenen om aan te tonen wat er was gebeurd als jullie 10 jaar geleden al hadden bestaan, wat niet zo is, je bestaat een jaar. Ja. Nou, dat heb je neem ik aan ook gedaan. Wat was het rendement geweest als je 10 jaar bestaan? Als je op 10 jaar, over de afgelopen 25 jaar, als je een hoog risiconiveau had aangehouden, had je tussen de 8 en de 8,3% rendement gemaakt. Bij jullie? En gemiddeld of laag? Want dat zijn de meeste mensen, dat zijn jullie klanten. Ja, bij een laag profiel zit je tussen de 3,7 en 5,3. Okay. En een gemiddelde portefeuille ligt ergens tussen de 6 en 8% gedaan. Dat heb jij nou het gehaald met jou. Dat is een prima rendement. Nou ja, dan kan ik dat wel even vertellen. Want in mijn enige periode in mijn leven dat ik risicovol belegd had. Want ik ben uiteindelijk, als ik geld zou hebben, wel een beetje zoals de Roelof. Had ik alles gestopt in, het was in de eind jaren 90. In ja. Risicovolle fondsen van KPM. Internetfondsen, technologiefondsen. Hartstikke goed. Ja. Elke dag als ik keek had ik virtueel mijn vakantie weer terugverdiend. Echt een prachtig, prachtige periode in mijn leven. Op een gegeven moment was het 7 keer zoveel waard geworden. En ja, ik was toen in de greed tijd zat ik. Dus ik dacht, ik kan ook 14 keer zoveel waard worden. Ja, dus laat maar zitten. Maar toen stortte het allemaal in 2000. En toen was het nog maar de helft waard van wat ik er heb ingestopt. Dus, dus de les van vanavond is spreiden. Niet alleen maar in aandelen beleggen. En altijd wereldwijd. En niet alleen maar in techfondsen. Ja. Nou, en dat is iets waar we de klant een beetje voor proberen te behoeden in dat opzicht. En zeker de startende belegger. Want in de kern, als je echt gewoon kijkt naar de toegevoegde waarde van het product, is het dat we iedereen in staat stellen om ervoor te zorgen dat ze een gezonde financiële toekomst kunnen veiligstellen. Want in de praktijk is het zo dat 80% van de mensen over 20 of 30 jaar een enorm pensioentekort hebben. En laten we nou beginnen om ervoor te zorgen dat iedereen actie onderneemt om dat veilig te stellen. Ja. En nou denk ik dat er in de beleggingswereld, in de financiële wereld, bij de jouw potentiële klanten ook best veel twijfel is en onzekerheid heerst over automatisering van dit soort processen. Omdat we toch met z'n allen denken dat de aandelenmarkt is behoorlijk irrationeel. Er zijn een hoop irrationele aandelen in omloop, waar de koers vooral door emoties en geruchten worden bepaald. En wij denken volgens mij met z'n allen toch stiekem dat wij mensen dat beter kunnen inschatten dan computers. Klopt dat? Of heb je daar helemaal geen last van? Daar hebben wij zeker geen last van. Die indruk hebben we ook niet dat wordt gedacht. Sterker nog, ik denk dat er een belangrijk onderscheid moet worden gemaakt ten aanzien van het automatiseren van die aspecten. 1 is namelijk het uitvoeren van de order op basis van een wereldwijd gespreide portefeuille. En 2 is het implementeren van algoritmes waarmee versneld in kan worden gespeeld op prijsverschillen. En dat is denk ik wat jij bedoelt. Of je daarmee de markt niet verstoort, is een goede vraag. Maar als het gaat om het wereldwijd spreiden van je beleggingsportefeuille en het gewoon geautomatiseerd uitvoeren van een order van een indextrekker. Nou, ik vraag het ook omdat jij schreef niet zo heel lang geleden een column in NRC waar je precies dit punt benoemt. En zegt van ja, dat je ziet dat daar veel twijfel bij is bij mensen van het automatiseren van allemaal dit soort dienstverlening. En je gaf daar duidelijk aan dat je het daar natuurlijk niet mee eens bent. Maar ik denk dat je het wel tegenkomt, anders schrijven zo'n column ook niet. Wat je ziet is dat er veel wordt gekeken naar wat de toegevoegde waarde is van het automatiseren van het vaststellen van welk aandeel of welk effect je moet kopen. Daar wordt heel veel kritiek op geuit. In de praktijk denken we ook niet dat dat hetgeen is wat je aan een particulier moet aanbieden. Waar wij vooral parallel mee willen trekken is het feit dat je bijvoorbeeld 15 jaar geleden naar een reisbureau toe ging om een ticket te boeken en dat je dat vandaag de dag allemaal online doet. En evengoed kun je dan je vermogensbeheerportefeuille online laten beheren. Dat betekent niet dat wij
complexe algoritmes implementeren waarbij de markt kan worden verstoord, maar dat het eigenlijk gewoon om gaat dat je niet naar een kantoor gaat om tegen een adviseur te zeggen, doe mij die portefeuille maar. Maar dat je dat met één druk op de knop via het internet kunt doen. En als jij een ticket boekt naar Rome, krijg je ook een ticket naar Rome. Bij ons krijg je evengoed gewoon een goed wereldwijd gespreide beleggingsportefeuille. Ik denk dat mensen niet meer twijfelen aan technologie. Dat hebben we zo enorm omarmd. We doen alles online en via je mobieltje. Dat hebben we vanavond ook nog vastgesteld. Ja. Hoe groot zijn jullie nu? Hoeveel klanten heb je? Hoeveel geld is er belegd? Wij hopen volgende week onze 6000ste klant mogen verwelkomen met onze verjaardag. 1-jarig bestaan. We zijn op 16 oktober afgelopen jaar live gegaan in Nederland. Na een overname van Fundix. We hebben daarmee voor 80% van de klanten die gebruik maakten van de online zelfbeleggen functie van Fundix inmiddels ook al een beter rendement gerealiseerd dan dat zij voorheen hebben gedaan sinds 2009, sinds het moment dat wij dat hebben kunnen meten. Ja. En dat is voor ons al een hele mooie mijlpaal. Oké, hoe heb je dit allemaal gefinancierd? We hebben 4,5 miljoen euro aan groeikapitaal opgehaald van fintech venture capital funds en private investeerders, maar ook voormalig aandeelhouders van het bedrijf dat we afgelopen jaar hebben overgenomen, het Fundix. Ja. En daarnaast hebben we zelf ook zo'n 700.000 euro aan kapitaal geïnvesteerd als oprichters van het bedrijf. Over de afgelopen maanden zijn we veelvuldig in gesprek met grote financiële instellingen in binnen- en buitenland. We zijn inmiddels uitgebreid van Nederland naar België, Oostenrijk en Zwitserland. En wij kijken naar mogelijkheden om ook samen te werken met partijen die toegevoegde waarde zien in het versneld moderniseren van hun IT-platform in feite. En daarmee ook eventueel een significante investering te kunnen doen in ons bedrijf. Want dat draagt ook bij aan de versnelde modernisering van de sector. Ja. Je noemde net de voorbeelden van de internationalisering waar je nu mee bezig bent. Ja. Maakt het nog uit waar je de potentie ziet? Zit daar nog een cultureel element in? Weet je wel? Zijn er markten, gebieden, streken waar mensen sneller gevoelig hiervoor zijn of dat juist niet zo snel zullen overstappen? We hebben natuurlijk hier altijd internationale bedrijven, maar vaak komt er op een gegeven moment toch altijd zo'n cultureel aspect. In Duitsland doet men dit anders dan ergens anders. Of hoe zit dat bij jullie? Is er een cultureel aspect in je geld beleggen? Ja, het gaat eigenlijk om vertrouwen, hè? Waar we het begin ook over hadden. Waarom is vermogensbeheer eigenlijk nog niet gemoderniseerd? Dat heeft ook te maken met het feit dat je een wat grotere beslissing neemt. Hè? Het is niet zo dat je, zoals bij een broker zegt, ik weet welk aandeel ik wil kopen en ik doe die order. Maar je geeft ook echt je vermogen en potentieel je toekomst uit handen aan een bedrijf of een persoon. Wij hebben een team van 24 specialisten, allemaal mensen met tussen de 10 en de 30 jaar ervaring in hun vakgebied. Vanuit met acht nationaliteiten, een heel internationaal team, fantastisch. En met dat team vormen we de basis voor een bedrijf dat zeg maar de toekomst wil vormen voor de financiële sector, in ieder geval op het gebied van vermogensbeheer. Dus wij zijn in principe klaar om in verschillende continenten actief te zijn. Maar natuurlijk maken we onderscheid tussen de aantrekkelijkheid, waarbij we kijken naar de hoeveelheid vermogen, minus schulden. We kijken naar de internetpenetratieratio, we kijken naar hoeveel er wordt gespaard. We kijken ook naar hoe vaak er wordt belegd in beleggingsfondsen en hoeveel online diensten er worden afgenomen. En op basis van het feit dat er bijvoorbeeld nog helemaal niemand was die deed wat wij doen in Oostenrijk, hebben we daar voet aan de grond gezet. Zwitserland is een hele traditionele vermogensbeheermarkt waar kosten nog hoog zijn, vrij veel offline business. Daar kun je enorm snel moderniseren, dus dat is voor ons een heel interessante markt. Nederland is dat ook. Vrij compact, grote banken, dominante positie. Je kunt hier echt een verschil maken in kosten en de dienstverlening. En als je het hier doet, kun je ook vrij makkelijk naar andere landen toe. Omdat Nederland qua wet en regelgeving bijvoorbeeld hier een beetje voorop loopt ten opzichte van de rest van Europa. Ja, toch op Twitter vraagt Johan Schaap, en daar zit ik nu over na te denken, is wel een belangrijke vraag. Ja. In hoe jullie je positioneren. Want je gebruikt steeds het woord vermogensbeheer en beleggen. En terwijl als ik hoor wat jullie eigenlijk doen en welk publiek je wil bereiken, ben je eigenlijk op zoek naar mensen die helemaal niet willen beleggen. Die willen gewoon hun pensioen geregeld hebben of opbouwen. En voor die mensen heeft beleggen en vermogensbeheer, dat is allemaal eng, weet je wel. Dan denk je alleen maar aan de avonturen zoals jij die met je... Dus, dan moeten we vanavond een nieuwe waarom denk je dan niet? Waarom heb je er toch voor gekozen om dat zo te positioneren? Omdat de naam vermogensbeheer natuurlijk wel een begrip is.
En dat dan in ieder geval duidelijk is wat je ja, maar de gemiddelde Nederlander die bij jou een tientje per maand inlegt voor zijn pensioen, die vindt zichzelf niet zodanig vermogend dat hij dat beheerd wil hebben. Dat klopt, dat klopt. Ja. Dus zou je het misschien beter vermogensgroei kunnen noemen. Maar omdat de term vermogensbeheer wel bekend is, zowel vanuit de medialandschap als in de financiële sector, hebben we ervoor gekozen om te gaan voor het bekende. Oké, okay, past dat ook bij dat soort klanten, wat die 6.000 die je nu hebt? Klaarblijkelijk is dat. Nee, dat weet je ongetwijfeld. Of dat mensen zijn die gemiddeld. Hoeveel beleggen ze gemiddeld bij jullie? In oktober 2015 was dat gemiddeld 2000 euro. Dat is inmiddels gegroeid tot 7.500 euro. Dus dat gaat niet om de top van de markt. Alhoewel er ook een aantal klanten zijn die een portefeuille hebben van meer dan 1 miljoen euro inmiddels. 80% van de klanten die in de eerste 3 maanden zijn ingestapt hebben al een extra storting gedaan. 32% van al onze klanten al meer dan 5. Dus er wordt ook flink bijgespaard, zeg maar. Ja. Maar het gaat voor het grootste gedeelte inderdaad om klanten met een kleine portefeuille. In de praktijk zien we gelukkig dat ze wel begrijpen dat je bij ons terecht kan voor vermogensbeheer, maar dan met een lage inleg. Maar je kunt er natuurlijk een andere naam voor introduceren. Dat kunnen we vanavond doen. Vermogensgroei, dat lijkt mij gepaster dan vermogensbeheer. Dat je in ieder geval nog naar vermogen toe moet werken. Nog een vraag van Johan Schaap. Is dat volgens mij gaat Bink jullie snel kopen of zoeken jullie een andere exit? Wij denken dat we gedurende de komende 3 tot 5 jaar heel veel aanbiedingen zullen krijgen van banken, verzekeraars, brokers en vermogensbeheerders om overgenomen te worden. Maar we geloven tegelijkertijd ook dat we met de technologie die we hebben gebouwd, alles in-house, zo snel kunnen groeien dat het zonde is als je vanuit een ondernemingsperspectief kijkt naar het snel afscheid nemen van het bedrijf om dat daarvoor al te doen. En bovendien vinden we het ook veel te leuk. We willen gewoon een mooi bedrijf bouwen. Daar heb ik maar gecommitteerd met het team. En daarvoor zijn er vele mensen vanuit het buitenland naar Nederland toe verhuisd. Soms met vrouwen en kinderen die hier nu op school zitten. Ja? Om dit samen van de grond te krijgen. Ja, en wij zien een enorme kans in Europa, maar ook daarbuiten. Om gedurende de komende 5 tot 10 jaar een fantastisch internationaal bedrijf te bouwen. En tegelijkertijd miljoenen klanten te kunnen bedienen. Om inderdaad van geld naar vermogen te groeien. Hoeveel klanten heb je over een jaar? 25.000. In Nederland? Of ben je dan, hoe ziet je footprint er dan uit? Dan zitten we waarschijnlijk in een 8 à 10 Europese landen. En zijn we inmiddels bezig met het treffen van voorbereiding voor expansie richting het Midden-Oosten of Azië. Dus 400% groei. Nou. In een aantal klanten. Ja. En hopelijk ook een rendement. En 42 miljoen belegd vermogen inmiddels? Nee. We hebben met de overname van Fundix hadden we al zo'n 100 miljoen euro belegd vermogen. Ja. En wat het nu is, dat doen we geen exacte uitspraak over, maar je kunt het een beetje uitrekenen met het aantal klanten. 7.000 keer 6. 6 keer 7 is 42. Oh, dat is 420 miljoen. Nee. Ja. Had dit binnen ABN AMRO gekund? Conceptueel denk ik dat iedere bank ruimte ziet voor het toevoegen van een dergelijke online dienst. Technisch is het minder makkelijk om dat te koppelen aan een bank, omdat je te maken hebt met een verouderde IT-infrastructuur. Commercieel is het ook complex, omdat je een product aanbiedt tegen hele lage kosten, waarbij je aan de andere kant een organisatie hebt met nog heel veel met heel veel overheid. En dat betekent dus dat je daardoor kannibaliseert. Dit is zo groot. Dit is het klassieke voorbeeld van dat je buiten zo'n sector heel goed kunt innoveren. En dat je dat beter zelfstandig kunt doen. En ik denk dat dit een mooi voorbeeld is van wat we ook als economisch fenomeen geïntroduceerd zagen worden door Thomas Schumpeter in de jaren 50, geloof ik. Het woord creatieve destructie. Dat is eigenlijk het proces waar we in zitten. En in de reisbranche hebben we dat al gezien. En nu vindt dat ook weer plaats in de financiële sector. Het is fantastisch en het gaat super snel. En de hedendaagse technologie stelt je in staat om eigenlijk binnen al die disciplines heel snel te innoveren. En dat zie je nu op het gebied van vermogensbeheer. En over 3 tot 5 jaar zullen we waarschijnlijk weer een consolidatiegolf gaan zien. Want dan zullen al die disciplines samen moeten komen in bedrijven die het makkelijk maken voor jou als klant om bij één bedrijf iets af te nemen. In plaats van dat je 25 apps op je telefoon hebt. Want uiteindelijk moet het ook makkelijker worden voor de particulier. Ja. En op dat moment moeten al die bedrijven zich bewezen hebben dat ze ook sustainable zijn, duurzaam, voldoende kaststroom realiseren om zichzelf te kunnen bedrijven. Ja. Ja, nou in ieder geval voor de fun-beleggers heb ik een jaar geleden Bux al op mijn telefoon. Die zijn niet zo saai, degelijk. Wat was het? Ik moest zeggen? Degelijk. Daar kun je gewoon namelijk zelf onmiddellijk beslissen, ik neem dat aandeel en dat aandeel en dan zet ik een multiplier erop. Dus je kan je risico nog enorm verhogen als je dat wil. Zo krijg je natuurlijk heel veel apps. Absoluut. Ja. En bij Pirtle is het zo dat je een doel instelt en daar eigenlijk geen omkijken meer hebt. Dan ga je steady naartoe. Op het moment dat je afwijkt van het groeipad naar het doel, krijg je een bericht
Dat doen we één keer per kwartaal. En daar zetten we dan ook in wat er voor nodig is om weer op het goed pad te komen als je afwijkt. Ja. Het kan zijn dat je 100 euro moet bijstorten, maar het kan ook zijn, per maand bij wijze van spreken. Maar het kan ook zijn dat je al boven het goede pad zit. En we hebben ervoor gezorgd dat de kans vrij groot is, want we hebben namelijk alle historische rendementen, die hebben we verlaagd. Okay. Waarmee we werken naar de toekomst. Ja, dus je geeft mensen eigenlijk meer vaker goed nieuws dan slecht nieuws. Dat is heel slim. Ja. Ja. Stegen, ik heb mijn spannende moment al gehad in mijn leven. Dus ik ga nu gewoon voor wat jij saai noemt, voor het gedegen beleggen. Ja. Ik wil gewoon zekerheid. Ja, volgens mij heb je een huis in de Watergraafsmeer. Ik zou niks doen als ik jou was. Nee, gewoon blijven zitten. Ja. Heel ontzettend bedankt. Heel erg leuk dat je er was. Hartstikke leuk. Super. Ja, en jullie bedankt voor het kijken. Zoals je weet danken we altijd eventjes de verschillende sponsors die we hebben. Eentje van is Bier & Co. Ik had vandaag het Vagebond glutenvrij bier. Ja, ik snap hij niet. Was lekker. Was hij lekker? Ja. Ik snap niet waarom je glutenvrij bier zou... Dat weet ik ook niet, maar ik heb gewoon alleen geproefd en het was lekker. Oké. Maar goed. Dan danken we natuurlijk Freedom Lab waar we vandaag uitzenden. We hebben 2ML die voor de hosting van de website zorgt. En Streamzilla uit Groningen. Man, ik had het hele rijtje ook gewoon deze week. Streamzilla uit Groningen die ervoor zorgt dat je iedere week live kunt meekijken. Iedere dinsdagavond zijn we er. En als je niet kunt kijken, kun je inmiddels al iets van 1000 video's terugkijken. Dus je hoeft je nooit te vervelen. Dankjewel. Dag. Mooi. Nou, gelukkig nog.